Allemaal, welkom bij deel 13. Even een huishoudelijke mededeling. Verleden week woensdag. Was mijn laatste opname van de films. Want ik had zoles van mogen, ik kon niet meer. Ik heb de video beëindigd. Ik ben op het einde naar de huisarts gegaan. Die heeft gekeken en hij zegt: nee, ik stuur je naar het ziekenhuis. In de taxi naar het ziekenhuis. Ik kom in het ziekenhuis, in de KNO-arts komt dan. Je blijft sowieso overnachten, hij zegt, want ze vertrouwen het niet. Dus hij gaat verder. Hij zegt: nee, ik zie het al. Je begint een ontsteking. Hij zegt: dan moeten we meteen wat aan doen, want anders wordt het erg. Dus ik was plaatselijk verdoofd en hebben ze wat in mijn ogen gedaan. Ik weet niet wat. En de volgende dag mocht ik 's middags nog weer naar huis. Ik heb niet kunnen filmen, kunnen gamen, want ik voelde me helemaal niet lekker. Het is nu een week later, het is weer woensdag. Ik kan eigenlijk zeggen dat mijn oog weer goed is. Ja, het brandt nog een beetje, maar dat komt omdat ik ze erin heb zitten porren. Maar. Nou ja, porren. Die ontsteking heb ik weggehaald. Ik zit nog steeds maar met mijn oog zalf. Dus de laatste deze week. En dan ben ik maandag weer aan de bak. Ik kwam bij me. Ik was helemaal vergeten dat ik nog een dingetje had gemaakt. Dat had ik op cam gedaan vanmorgen. Want ik had het wel gefilmd, maar de Sims begon problemen te veroorzaken. Toen kon ik als ik links klikte, deed er niks meer. Maar als ik op dingen, dat deed het wel, dus ik kon hem wel zeven. Ik had gelukkig vanochtend al, want dat doe ik eens in zoveel tijd, een save game gesaved op een externe schijf. En op de deur, ik heb gesaved en. En nee, slaat alles vast. Ik kon niks meer doen. Dus via Control Alt Del Sims afgesloten. En ik sta er opnieuw op. Al mijn save games weg. Ik denk: blij dat ik mijn kopietje heb. Dus ik heb die kopie weer teruggeplaatst. En mijn Sims leven weer. Nou, er waren heel veel dingen. Eerst kreeg ik hier al allemaal vierkantjes in blauw en hier werd alles neon gekleurd. Daar is dat een add-on was, dus ik heb add-ons uitgezet. Maar voor leeg gehaald. En ik sta opnieuw op. En het waren niet mijn mods. En daarna begon dus dat ik nergens op kon klikken. En dat de Sims zat van: doei, stoppen ermee. Dus een handige tip: je save-file kopiëren op een externe schijf. Want je vindt zuur, het is iets wat ik niet eerder wist, dat heb ik ook wel gehoord. Het is een video, ik weet niet meer welke, maar. Als het was op Facebook, had iemand gepost bij de Sims community. Ik weet het niet meer, maar. In ieder geval, sindsdien dat ik dat weet, save ik dus ook mijn savegame. En ben blij dat ik het doe, want anders had ik nou mijn savegame kwijt geweest. Zo, het is zaterdag. Dat betekent dus geen school, geen werk, bla bla bla, geen geld. Moet jij nog huiswerk maken? Nee. Moet u nog? Waar is uw huiswerk? Hij is weer die boeken kwijt. Waar is jouw huiswerkboek?
Dat is in dit spel dus wel makkelijk. In de Sims 3 moet je naar de boekenwinkel toe. Ook dat mijn camper weer niet werkte. Dat was net ook weer het geval. En hier kun je gewoon bestellen en dan komt het in je thuis terecht. Als ik mijn boekenplank. Oh nee, we dachten dat ik via de computer doen. Dan kom ik in mijn thuis. Moet ik jou selecteren? Dat je computertje hebben. Dit is toch jouw PC? Dat gek. Nee, dit is jouw PC ook. Wat heb je? Nee. Ja, je moet er nog wachten, maar. Ik moet boeken hebben. Ook bestellen. Boeken kopen. En dan huiswerk. Koop er maar weer twee. Wil jij een huiswerk maken? Nee, oké. Dus jij bent ook klaar met je huiswerk. Tweede keer omdat ik twee boeken koop. Dan laten we er eentje hier liggen. Moet jij nog voor je werk? Nee, heb je ook al voltooid? En jij? Jij hebt ook al voltooid. Oké. Nou, dan hebben jullie nu een lekker weekend. We hebben ondertussen 35.755 smolens. Oh, daar is het. Nou. Je hebt je boek niet in je thuis. Oh, verkeerde. Jawel. De allergrijze boek dus. Nou ja, dan hebben we er nou drie. Ik ja, nou, we hadden er vier. Dus. Hier, er is geen. Ja, die twee, maar de rest was je weggegaan. Oh, misschien in de boekenkast. Ik moet deze eigenlijk alleen niet douchen, want er mag geen water in mijn ogen komen. Dat was met de kraan. Waar is mijn boek? Oh, daar. Oh, net zoals in het deel dat ik maar vroeg. Wie is er, wie belde er nou aan? Ik had helemaal niet gezien dat Lilith naar binnen was gegaan. Nee, dat was niet in de buurt. In de kast. Oké. Hoe is het met jullie gesteldheid? Ik geloof dat jullie allemaal verdronken. Oh nee. Alles is allemaal goed. Ja. Oké. Wil jij het spelen? Troll op voorrang. Ja, gaan we een keer GTA spelen. Die game gebeuren moet omhoog. CJ, kom op. Ik zal op een eentje springen. Ga niet naar die eindbal, of als ze naar school gaan. Waarom vraag je dat aan mij? Ja, daar is het veel te moeilijk, dus als een kind neemt wel moeilijk. Oh. De directrice die in mij belt of ze een kindje moet nemen. Is dat familie? Misschien had ik daar wat gezegd. Maar dit zeg ik, dit is de directrice van de school waarop ik zit. Dat moet je mij niet vragen. Zometeen wil ze geen kinderen en dan. Maar je hebt gezegd dat ik kinderen moet nemen.
Ja, ik weet niet waarom ik keek. Ik wou hem wegklikken. Ah, oh, GTA. Dat is een heerlijk spel. Vooral online. Nee, heerlijk, altijd die kaal is dood, het geld te pakken. Ah, over zijn rijden. En dan die hele gang achter die aankrijgt. Ja, wasted. Ook vaak genoeg in beeld gekregen. Dan ben je bij het ziekenhuis, word je wakker. U is zeker ook aan het trollen. Nee, je bent op de web aan het surfen. Kom maar. Hey. Wil je tv? Ik was tv aan het kijken. Oh, daar was ik boos op haar de laatste keer. Ik zag die video terug. Jee, mag ik tv? Dat kwam echt door mijn ogen. Daar kon ik niks aan doen. Want als je kloten voelt, je pijn hebt, dan dat is gewoon niet. Ik kut camera, het staat een beetje stil voor de scheidsrechter. Ik ga nu weer met camera opnemen ook. Ik ga hem nog even uitzetten. Dus hé, waar ben ik met jou nog? Eerst ook Origin. Alweer? Vanochtend ook al? Wat dat mag ik allemaal niet doen. Nee. Zo. Ik zoek eigenlijk een captureprogramma wat je bekoopt, maar geen licentie bij nodig hebt. Dus dat je iedere maand moet betalen. Want ik gebruik zoveel, gebruik ik dat programma niet. Ja, in deze wel, maar ik film niet iedere dag, dus ik film meerdere dagen achter elkaar en dan een paar weken weer niet. En weer een paar weken achter elkaar en dan een paar weken niet. En soms maanden niet. Want dit jaar is, juni de laatste keer dat ik een upload gemaakt heb. Toen had ik een upload op een gemaakt van die weerwolven, maar dat... Ik was gehyped over die pik. Ah joh. Maar dat weerwolf pik, spijt ik. Ja, niet spijt ik het gekocht, maar ik speel er niet meer mee. Er zijn bepaalde items die ik uit beeld ervoor haal, maar voor de rest, ik speel geen. Die LP heb ik ook niet door laten gaan, want ik heb geloof ik al uitgelegd waarom. Dus. Oh, wat is dat nou wat irritant. Ik heb die daarvoor uitkwam. Oh. Ik weet niet welke dat was, maar er is een pek en een Edwin uitgekomen. Ja, baby grip. We
een klein kind gered. Ik zeg net, ik ga niet naar het bad. Dat doe ik pas als ze eind de diploma heeft. Dan gaan we naar het bal. Het is iedere zaterdag is een bal. Kom op zich. Het is in het echt ook niet. Want ik zat toevallig naar een Amerikaanse YouTuber te kijken. Oh, wat heet hij nou met die dat rode ding op zijn hoofd? Die rode vis op zijn hoofd. Ah, dat kan ik je zo vertellen. Ah, dokter Gluon. Dokter Gluon. En die zei ook al van, what? How many? We don't even have that many here. En ik vond het ook eerlijk gezegd wel raar. Elke zaterdag, want je kan hier kijken. Pop. Iedere zaterdag. Dat doe je als je van school afgaat. Hier hebben we volgens mij dat hebben wij dat niet eens. Ja, je hebt een soort party waar je naartoe gaat, maar niet. Dat is in Amerika. Dat er een koning gekozen wordt en een nar. Althans, ik heb er niet mee gewoond. Maar ja, ik ben ook wat tijd minder op school geweest. Bitcoins wil je ook scheidsziek. Ik heb nog nooit wat met bitcoins gedaan, geregistreerd of wat dan ook. Maar ik krijg wel iedere keer een bericht dat ik 286.563 bitcoins heb verdiend. Zo de flikker. Ja, inderdaad. Als je daarin trapt, ben je de bloem. Net zoals nu op Facebook heb je ook van die gasten die dingen verkopen. En voor zo'n laag prijs trappen niet in, want geheimtje gaat. Ik zag toevallig een YouTube-filmpje. Een paar dagen geleden. Dat vertelde iemand het. Die kocht bewust iets op Marketplace. Hij zei, ik weet dat ik genaaid word, dus... En inderdaad, hij koopt het. Hij betaalt en hij krijgt nooit het doen. Hij krijgt nooit het ding wat hij gekocht heeft. Dus net zoals Wish. Dat moet je ook niet kopen. Dat is ook. Hopen dat je krijgt wat je voor je betaald hebt. Oh, Alexa! Alexa! Set timer 20 minutes. 20 minutes. Starting now. Thank you. Zeg me niet. Oké. Bedankt maar net de humeur in. Ik zou blij zijn als we uit het hok zijn. Maar dat kan niet eerder voordat zij de diploma heeft gehad en naar het bal is geweest. Ik zou kunnen verhuizen, want je kan alsnog naar de school in Koppendeel. Maar ik geloof alleen dan als dat je niet mee kan. Dus ik heb zoiets gelezen, maar dat maakt mij niet uit. Maar ik wil dat ze hier gewoon slaagt. Wel, we zitten er al 13 delen in. Ja, omdat die schoolding dat klopt. Dat klopt geen bal van. Ze heeft er nu toch geen huiswerk achterstand. Ze doet altijd de extra werk. En wat is er nu?
Ze is al twee keer naar school geweest. Ja, ik weet wel, als ik nu, ik ga weer met de mee maandag. Ze zeggen niet geloof dat deze level ik er wel, dan is ze meteen nog goed doen. Want ik vind het belachelijk. Mijn andere zien die vlogen doorheen. En zij blijft me hangen. En met mijn andere zin ben ik niet één dag mee geweest. Dus daar ligt het niet aan. Ik geloof alleen de eerste dag. Want ik wist niet dat je met die schoolhoofd moest praten. En voor de rest lekker alleen sturen. Omdat ik maar één kind en ouders. Nou, en die ging ook naar hun werk. En dan hoort 12 uur in het werk. Ik paste in het huis weer een beetje aan. En dat soort dingen. Maar ja, die is 3 dagen naar school geweest. En toen kreeg ze al het aanbod of ze niet naar een andere school wilde. Een hogere school wilde. En ik met mijn stomme kop klikken, trip op je. Ja. Was even te snel met lezen. Ja. Hey, heb jij al... Nee, nog niet. Oh, ik zit er net naar te kijken. Zo, 400 simoleons verdiend. Lekker. Yep. Zo. Ha. Nodig jij je geliefde is uit. Uitnodig om te komen, check. Oh, dit is al allemaal slapen met vampier. Ligt te slapen, niet waar. Is niet aan het slapen, het is een vampier, lul niet. Ik heb geen zin om naar het huis van ze te gaan om te laten zien dat ze niet slaapt. Maar ik heb er zelf in een vampier gedurkt, dus ik weet dat ze niet slaapt. Dus zelfs als je flat naar zou bellen, dan zegt hij ook van ik leg te slapen. En dan ga je naar zijn stel en dan zit hij echt zo goed te spelen. Dus het is maar net wat je ervan wil geloven. Er is iemand aan het hekken. Jij bent aan het hekken. Ja, Lotario Capitaal. Dat is ook wel een leuke. Even kijken hoor. Waarom heb ik die optie hekken niet? Misa Faba. Tomono Paz. Apollo Chava. Fresno. Essanoi Farid. Waarom heb ik niet die optie met hekken? Maar ze kan wel hekken, what the fuck? Als wij worden om te programmeren. Ja, aha. Oh, dat kan zo niet, maar je hebt er eentje. En als je het een beetje goed leest, dan lees je dat er staat Electronic Arts. En nu hebben we het Electronic Farts. Ik vind het jammer dat de politie niet goed komt opdagen als je gepakt wordt. Want het kan zijn dat je gepakt wordt en dan kan het je heel veel geld kosten. Ik had een sim die had 536.000 somaliërs, dus aan het hekken. En zat in 1-0 somaliërs. Dat is ook gepakt. Ik had vroeger een icoontje met hekken. Dat vond ik makkelijker. Canoeing.
Hou je voor mijn oude neef, want je bent er bijna. Ja, dan pakken ze nog weinig simoniums. Dus twee, drie, misschien 400 simoniums. Nog meer. Nee. Geloof me, als je hek wil je niet gestoord worden door iemand anders, omdat je een foutje hebt gemaakt. Niet dat ik een hekker ben, maar ik weet het. Ik weet het. Nou hier, te gek, we hebben nul. En wat heeft ons geen geld gekost, dus dat scheelt. We hebben twee surfers. We hebben één voorraad. Voorraad lachen. Oh nee, ga door. Nee, sorry. Dat wilde ik helemaal niet doen. Ja, dan gaan we wat anders doen. Oude hoeren bijvoorbeeld. Die heet. Maar je gaat een boek pakken. Weer zijn woorden bezig. Takiboom! Rohana de Lopa, the Reap of Bar. Prima. Ik had zelfs een nieuw spel gestart. En zelfs dat werkte. En toen dat niet deed, toen heb ik mijn save gekregen. Was het nog voordat ik het systeem vastsloeg. Toen ik teruglokte naar mijn safe game. Ja, toen sloeg ik me nu vast. Volgens mijn safe game doe ik weer opgooien. Nou, maar wat ik al zeg, ik was blij dat ik hem een paar uur van tevoren had gedaan. Het vernieuwd. Dus ik had een up-to-date savecam. Want je kan wel een savecam gemaakt hebben, twee maanden geleden, maar al die dingen die je in de twee maanden geleden gedaan hebt, is allemaal weg. Want het gaat pas van die savecam gaan niet uit. Dus je moet er zelf aan denken van eens in zoveel tijd een savecam te maken. Ik vind sowieso dat er een cloud saver moet zijn voor het spel. Dan moet je helemaal niet te saven, want dan saft hij automatisch. Het is veel beter. Gaat Windows en gaat Sims fout, heb je altijd je savecam in de cloud staan. En ze weten erover de reclame te maken dat ze voor bepaalde games safe games hebben, maar dat zijn de verkeerde games. Dat is een valt een nummer. Ja, dat is in het begin van Steam ook zo werken. Ik zit over de 500 games op Steam. En als je je PC hebt geformateerd, moet je al die spellen weer downloaden en installeren. Ik werd er helemaal kriegel van. Maar op de deur had ik twee aparte schijven erin zitten. En had ik een aparte Steam schijf eraan gemaakt. En Steam op die harde schijf geïnstalleerd. Toen wilde ik een spel installeren en wat bleek, hoefde ze niet te installeren, want ze waren allemaal nog geïnstalleerd. Ik denk, oh, dat werkt dus zo. Mooi. Ah, nou. Ik ben.
Oh, this is so funny. Alles moet in de buurt tussen te slopen. Wacht tot ik mijn geheim zeg. Alexa, how many time left? You have 4 minutes and 20 seconds left on your 20 minute timer. Ja, 4 minuten en dan kan ik weer een hoekje schoonvaren wakker maken. Maar dat is wat over 2 ook. Zal ik rondoor nemen?
Nee. Doodly doodly. Als jij nog eens even kijken. Ik ga jou sorteren. Programmeren. Checken. Nee, dit is een ander soort hekken. Ik weet het al. Ik heb die hekken nog niet geïnstalleerd. Ja, ik heb een hoodie opzetten. Niet aan oude hoeren. So found down it. Join the sack. Wamba boy, Yabalala. Wessa, Lulu, Moochie, Peachy. Lava, Lava. Fossinoy, Valakim. Rimia. Koiba? Kuma. Yes. Wanisa. Beneve Nitva. That's a pinger. Yeah, this. Look, Exo. IP nummer. Ping. Meerdere computers en het wel van last hoor. Wagu, Ruskan, Lupima, Michi Michi, Harmony, Shakyao, Subao, Havari, Ofra, Nibahana, Carson. Bliss, Jetstopper, Tripper, Tonga Choosing. Ja, dat doen ze met die e-mailtjes, daar zit een worm in. En iedereen die op die link klikt, dat zijn dus duizenden in Nederland, hebben niks in de gaten, maar trouwens op die link klikken, installeert die worm zich en die gaat meteen een dead ping uitvoeren naar het e-mailadres wat ze plat wil leveren. Nee, bedoel ik niet dat jouw e-mail en naar jouw e-mail. IP-nummer, maar van degene die ze wil hebben. Tweede smoes. Atanami. Subao Havari. Ofra Nibahana. Oh, ik weet wat ik ga doen. Ik ga de schoolcomputer kragen. En mij gaan een beter cijfer geven. Dat gaan we doen. Maar dat doe ik in het volgende deel. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei doei.